Amara Onwuka maakt haar opvallende terugkeer als weervrouw bij RTL, na een succesvolle periode van vijf jaar bij SBS6. Deze opvallende wending werd op dinsdag officieel aangekondigd door RTL. Met haar 48 jaar zal Amara Onwuka vanaf april dit jaar weer te bewonderen zijn als de vertrouwde meteoroloog van RTL Weer en Buienradar. Het nieuws van haar terugkeer werd met enthousiasme ontvangen, gezien haar eerdere succesvolle periode bij RTL van 2013 tot 2019. In een persverklaring deelde Onwuka haar blijdschap over haar terugkeer: Ik ben verheugd om weer terug te zijn en opnieuw deel uit te maken van het team van RTL weer. Haar ervaring en expertise zullen ongetwijfeld een waardevolle aanvulling zijn op het meteorologische team van RTL. Onwuka merkte op dat het een boeiende tijd is voor meteorologen, waarbij ze benadrukte dat het weer altijd al fascinerend is geweest, maar tegenwoordig ook extremer en grilliger wordt. Haar terugkeer komt dan ook op een moment dat het publiek steeds meer belangstelling toont voor de impact van het veranderende klimaat en de bijbehorende weersomstandigheden. Met haar charmante presentatiestijl en diepgaande kennis van meteorologie belooft Amara Omwuka opnieuw een betrouwbare bron van informatie te worden voor kijkers die geïnteresseerd zijn in nauwkeurige en up-to-date weersvoorspellingen. Haar terugkeer markeert een nieuwe fase in haar carrière. Waarbij ze haar passie voor het weer opnieuw deelt met het publiek en bijdraagt aan de informatiestroom rondom de steeds veranderende weersomstandigheden.